ideaal voor circuitdagen of zeer sportief straatgebruik. Ja. Beste dan? De BMW 130i achter mij. Auto, we hadden beloofd, hè? We gingen daar dingen mee doen. Zijn we nu ook aan het doen? We hebben natuurlijk al een sperdifferentieel, OS-geek en eronder gemonteerd. Echt heel blij mee. Transformeert die auto, maar maakt ook nog duidelijker dat het onderstel heel kut is eigenlijk. Een korte samenvatting. Nee, ja, het is natuurlijk oud. Het comfortonderstel is nog geen M-Sport, dus vrij hoog op zijn poten. Dempers die waarschijnlijk hun beste tijd al hebben gehad. En je zag dus ook wel, als we een beetje bochten werken, dan hangt die auto. En in een transitie zag die hangen. En een beetje dakgevoel. Zo. We zijn op de kermis in een bootje aan het varen. Dus, wij zijn nu bij Cobra Suspension. Er gaat iets moois onderkomen. En ik ben oprecht benieuwd. Want we willen hem ook een beetje cool maken. Dus ja, we kunnen hem ook nog instellen hoe hoog of hoe laag die moet zijn. Dus ietsje lager. Dan smoelt het beter. En het gaat ook veel beter sturen. Maar goed, het moet er nog even onder. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's fact. Robin, leuk man. Dankjewel. Ja, nee, is goed. Gaaf. Wat vind je ervan? Ja, we hebben net al stiekem een klein testrondje gedaan. Het rijdt veel beter. Het ziet er... Ik vind het echt grappig. Het transformeert die auto van een echt suffe 1-serie met, nou ja, toevallig nog een dikke motor. Maar dat moet je ook weten. Mm-hmm. Het ziet er wel lekker... Ja, stance is gewoon goed, weet je. Ja. Ik word er wel stiekem heel blij van. Kan me voorstellen, ja. Dus top gedaan. Ja, nee, hartstikke graag gedaan. Het is een hartstikke leuke auto geworden zo. Mooi verlaagd rondom. Ja. Hij is rondom 40 mm naar beneden gekomen. Daarnaast hebben we ook de instellingen voor de dempers aangepast. Ja. Hij is rebound instelbaar dan. Dit is dan de EVO-R. Dit is dan de topset eigenlijk van de dempers. Ja. Dus we kunnen dan qua hoogte instellen en qua rebound instellen. We hebben ook nog twee weg verstelbare. Dat is dan die liggen rebound daar, hè? En compressie. Die liggen daar inderdaad. Gaan we gelijk even kijken. Dan kan je het meteen laten zien. Dat is het stomme. Het zit onder de auto. Je ziet het meteen niet meer. Maar dit is eigenlijk de demper die onder de auto zit qua techniek. Die zijn dus inderdaad monotube demper. Een hele dikke demper is het eigenlijk. Die hebben een stuk gecontroleerdere ingaande slag en uitgaande slag. Dus je merkt dat je veel meer controle hebt eigenlijk over de beweging van de auto, van de demper. Ja. En dat zie je bij een twin-tube demper eigenlijk minder. Ja. Daarnaast, deze heeft dan een extern reservoir. Deze zijn dus tweeweg instelbaar. Dit is een andere. Dit heb ik toch niet. Het reservoirtje zit er helaas bij jou niet onder. Jammer. De verstelbare camberplates zitten er bij jou bijvoorbeeld wel onder. Ja. Okay. Dan kan je dus hier aan de bovenkant zien. En dan kan je dus ook mooi aan de bovenkant eigenlijk afstellen hoe jij de camera eigenlijk op je auto wilt hebben. Zo, ideaal voor circuitdagen of zeer sportief straatgebruik, laten we maar zo noemen. en eigenlijk aan de achterkant ook hetzelfde verhaal weer. Ook weer een tweeweg instelbaar dempersysteem. Hier is de camera alleen niet instelbaar aan de camberplates. Het is een iets ander systeempje eigenlijk. Ja. Dat is eigenlijk het idee wat er eigenlijk bij jou ook onder zit. Dit is alleen een true coil over systeem. Dus met een veer, laten we zeggen, over de demper heen. Bij jou is je auto eigenlijk gewoon gekozen voor een normale losse veer en een normale losse demper. Okay. Heeft ze voordelen, heeft ze nadelen. Ja, wat zijn de voor- en nadelen? Dit is voornamelijk toch, voor een straat, of tenminste voor jouw auto eigenlijk meer voor de straat setup. Yeah. Dus een vaste springreed, is ook een vormd veer die eronder zit. Yeah. Dit zijn eigenlijk gewoon raceveren. Dus stel jij wilt op het circuit zeggen, nou ik wil toch een iets stugger achterveertje onder mijn auto hebben. Dan kan je heel makkelijk gewoon een raceveertje hier uit het schap komen halen. En dan kan je zeggen, nou ik wil een 10 Newton stugger hebben.
Je trapt het demmetje eronder vandaan, haalt er een ander veertje voor. En je kan een 10 newton stugge veertje bijvoorbeeld monteren. Ja. Dat is bijvoorbeeld voor circuitauto's een stuk makkelijker. Voor jouw auto's of met de straatauto, ja, is het eigenlijk niet nodig. Nee. Je dus, kan, op een gegeven moment, het kan steeds gekker met instellen. Het kan steeds gekker. En ja, de vraag is, wat ga je er nog mee doen? Het is wel mogelijk bij jouw auto ook. De dempers die er bij jou op zitten, hebben ook het schroefdraad eigenlijk over de hele demper zitten. Dus je kan in principe elkaar ook gewoon ombouwen. Stel je zegt later van nou... Alleen nog maar circuiten mee rijden. De Nürburgringtijden verbeteren. Ja. Dan kan je het zeker monteren. Ja. Maar zeker voor de toepassing nu zal de oplossing die nu onder zit perfect zijn. Ja, dat is wel grappig. Want toen vraag ik natuurlijk ook, ja, wat ga je ermee doen? Ja, weet ik veel. Rijden. Ja, waar dan? Ja, misschien soms circuit, soms een beetje driften. Een beetje op straat. Dus het is ook altijd een weging van dingen. En daar hebben jullie ook allerlei verschillende producten natuurlijk voor. Ja. Dus eenvoudiger tot aan... Ja, dit is in principe de high-end, oftewel. Beter dan dit gaat het niet worden. Ja. Maar we kunnen natuurlijk ook gewoon normale verlagingsveren leveren. Of een Haskit. Hoogteverstelbare veren. Ja. Dat is dan voor adaptieve dempers. Dat zie je veel bij bijvoorbeeld een M2 zoals hier op de achtergrond. Adaptieve dempers. Stel je wilt van je adaptieve demper een schroefzetdemper maken. Kan je een sleeve monteren op je demper. En dan kan je dus eigenlijk ook hetzelfde idee krijgen eigenlijk met het draad. Krijg je dan op je adaptieve demper. Ja. Dus dan hou jij de dure optie van je adaptieve demping. Je kan nog steeds instellen. En je kan net zo laag eigenlijk met een schroefzet. Bijna net zo laag in ieder geval. Grappig. En je schroeft hem. En je kan ook wel voelen dat het redelijk lichte dempers zijn van aluminium. Ja. Het is natuurlijk, nu zit er een veertje bij ook, dus dat is wat zwaarder. Maar hartstikke lichtgewicht materiaal eigenlijk die we ervoor gebruiken. Het ziet er ook echt mooi uit. Zo ziet het er nooit lang uit als het onder de auto zit, hè? Want het wordt wel vies. Het wordt helaas wel vies, ja. Ja, onderstel eronder. Maar hij moet ook even uitgelijnd worden. Dus ik ben bij de vrienden van, het kartje achter zien, Premio de Groot. Of leverancier natuurlijk van Autoblog. Gaan we even uitlijnen. En dan rijdt hij helemaal als een zonnetje. Genieten van een nieuw onderstel. Hij ziet er gaaf uit. Echt, echt. Heel anders op de een of andere manier, terwijl het is iets lager en het stuurt echt al nu anders. En ik heb nog maar 3 kilometer in de buurt gereden. Maar het wordt vervolgd dus. En ook meer met de 130i, want daar gaan er gave clubsport. Nee, ja, gewoon, we maken hem iets dikker, dus we hebben de diff, we hebben een onderstel, wielen, andere dingetjes. We gaan nog wel naar windjes komen en dan op een gegeven moment is hij af, hopelijk. Of nooit. Of dan is hij af en dan zeggen we, we willen toch nog iets ruigers met het onderstel. Dan komen we hier, dan komen we hier weer terug. Zo gaat dat, hopelijk. Ja. Dus blijf het volgen. En dankjewel, man. Goed, graag gedaan. Het onderstel zit er nu anderhalf, 2 weken onder, zoiets. Moet ik de camera nog een beetje bijstellen. Hij zit te weinig in de 130 hier, het is allemaal een leuke auto. Even zeg maar de eerste ervaring een beetje met jullie delen. Hier, er wat hobbels en zo, dit valt allemaal wel mee. Hier wat hobbels. Dat is natuurlijk waar je voor vreest, hè. Met een verlaagde auto, dat echt helemaal ruk wordt. Dat je gewoon alle kanten op stuitert. Over drempels en over hobbels. En dat is niet zo. Die Cobra schroefzet doet echt wat dat betreft zijn werk goed. Dan moet ik er ook bij zeggen, vergelijk is natuurlijk niet helemaal eerlijk met het standaard onderstel wat BMW heeft gemonteerd. Want ja, deze auto komt uit 2006 even uit mijn hoofd. Dus dat is gewoon lang geleden. Ik kan hem niet helemaal recht hangen, een beetje zo doen. Dat is versleten. Hè? Veren valt dan allemaal mee, maar zeker dempers, die hebben dan wel zijn beste tijd gehad. En onze 130i was geen M-sport, die stond echt op het comfortonderstel. Dus dat was lekker zompig, week, zacht. En dat lijkt dan comfortabel, hè? Maar dat is het op sommige momenten niet. Omdat wat je mist, is dan body control. Dat is die controle die veren en dempers hebben. Dat samenspel over die koets.
1400 kilogram met bestuurder, benzinetank en een beetje bagage en zo. En daar gooi je van alles tegenaan. Hè. Zeg maar hobbelige wegen, drempels, niveauverschillen op de weg, verkantingen, glad wegdek. Nou ja, noem het allemaal maar op. En dat moet hij allemaal maar aankunnen. En dat is waar dit onderstel wat er nu onder zit. Ik word er echt zo blij van. Het is gewoon comfortabeler. Het is sowieso natuurlijk sportiever, beter, wegligging, noem maar op. Hè. Dus dat is echt natuurlijk helemaal de shit. Dat is wat je ook wel verwacht, denk ik, bij zo'n onderstel. Maar ja, weet je. Hè, dus dat je makkelijk dit kan doen. Ah, dat is wel echt trouwens. I like to be educated, but I'm so frustrated. Wel lekker als andere mensen het werk doen. Ja, kun jij het even filmen? Ja, maar hij doet het heel goed. We gaan even reclame maken voor zijn bedrijf. Hoe heet het? Stijn, het is bijna. Want we zijn net nieuw. TP Performance. TP Performance. In waar zit je ook weer? Noord-Holland ergens. Jij hebt al druk genoeg. Niet bellen. Maar voor 15 euro per uur doet hij alles. I like to be away in my patient. Stay up, I feel so outdated. How can we look the other way? Sun is out. Hanne! Zou die driften? Oh, dat doet hij gewoon. Doet hij gewoon. Ah, zoveel meer controle met het onderstel. Dan ga ik natuurlijk straks het hard van. Dit is natuurlijk rent daar even bij. Dit is echt wel. Wat een lekkere upgrade. En je denkt, wat hoor ik voor herrie? Nou ja, we hebben er even wat sliks op gegooid achter. Voor mooie driftbanden. Maar is het dit even te breed? Dus het loopt een klein beetje aan. Gewoon normaal rijden ook. Laat het dan daar ook hebben. Want wie gaat er continu driften? Nou, niemand, zelfs ik niet. Maar ja, waar je voorheen, die overgangen, en dan ging die hangen en dan ging de andere bocht in, dan klapt hij de andere kant op. Weet je, als ik hem nu instuur, het blijft gewoon redelijk vlak, lekker onder controle. Nou ja, en dat is wat je verwacht, denk ik, bij een hard sportonderstel. Maar het mooie is, ook over hobbels, ja, weet je, doordat het gewoon betere kwaliteit materialen zijn, die dempers beter zijn, voel je gewoon dat ja, ik krijg niet die enorme klappen meer en ja, dat onrustige wat je voorheen in de auto zat. Dus dat betreft echt missie helemaal geslaagd. Ja, en het ziet er al een stuk beter uit. En dat is natuurlijk wel grappig, hè? Daar doen veel mensen verlagen daarom, omdat het dan wat gaver eruit ziet. Kijk, hier komt een drempel. Maar even opletten, ja, best hard eroverheen. Rust, hè? Want het is niet alsof de drempel er niet is. Zo is het niet, hè? Dus daar heb je natuurlijk ook auto's die dat doen. Maar, weet je, het is niet dat doorstuiteren. Ja, weet je, die klap, die eerste klap als je een beetje voorwielen eroverheen gaat. En daarna een beetje naeilen. Hier, best hard eroverheen. Niet te hard. Er liggen ook niet voor niks die drempels. Maar, ja, het is gewoon echt redelijk briljant. Nou, balen, hè, dat jij nu zijn wielen zit te wisselen. Staat zelf een beetje interessant te doen hier. Wil je deelnemers aandacht geven? Terwijl het helemaal niet interessant is. Daglicht verdwijnt en jij nog een beetje hier aan het krikken. Ja. Is het is. Dan zijn je wel zeer erkentelijk voor je hulp. Ik zal er geen mensen